Hartelijk welkom op ons sportpark in Elshof, het prachtige sportpark. Mijn naam is Floris Geesink en we zijn hier bij de Gol gaan verduurzamen aan de hand van vier pijlers. Dat zijn energie-neutraal, sociale duurzaamheid, multifunctionaliteit en circulariteit. En de impact die wij daarmee maken, niet alleen hier bij de Gol, maar ook in Groenlo en Oosterschelde, daarover kan wethouder Bart Postkamp een en ander vertellen. Mijn naam is Bart Postkamp. Ik ben wethouder in de gemeente Oosterschelde van de energietransitie en sport. En wij zijn blij met een club als Grol in deze gemeente die een voorbeeld wil zijn. En dat ondersteunen wij van harte. Word jij ook zo groen als Grol? We hebben hier een nieuwe containerplaats. Eigenlijk om afval goed te kunnen scheiden en dat alles in het kader van circulariteit. Dit is onze technische ruimte en om energie te besparen hebben wij de leidingen van de ketel geïsoleerd. En hier zien we de doucheregeling en die zorgt ervoor dat douches na 30 seconden uitgaan. Om energie-neutraal te worden hebben wij in alle gebouwen de oude verlichting vervangen door LED-verlichting. In het kader van multifunctionaliteit maakt ook een buitenschoolse opvang gebruik van onze accommodatie. Iedere woensdag komt hier de woensdaggroep, dat is een groep senioren. En die komen hier voor de onderhoud van het park, maar eigenlijk ook voor een sociaal moment met elkaar. Voor de uitgangen van alle kunstgrasvelden hebben wij een speciale mat laten aanleggen. Die mat vangt de rubberkorrels op en die kunnen wij daarna weer uitstrooien over de velden.